Maar ja, soms wil je gewoon te graag en denk je van ja, ik wil presteren, dus ik moet harder trainen. En dan trap je toch weer in dezelfde valkuil. Alleen dan herken je de signalen wat eerder, dus dan kun je er beter op anticiperen. Wist zij maar liefst 4 titels in de wacht gesleept. Onder andere op de marathon en de punten. In 2010 en 2012 met Elma de Vries. Dag Elma. Tegenover me zit Elma de Vries. Onze schaatsster van Meppel, om het zo te zeggen. Jij bent sportvrouw van Meppel geworden. En hoe heb je het zo gehoord? Wanneer heb je het gehoord? Dat je... Nou ja, ik was zelf niet bij het sportgala helaas, want ik had een wedstrijd in Zweden. Waar is je dochter? In Zweden. Waarom? Ze gaat naar schaatsen. Natuurreiswedstrijd. Maar mijn moeder was aanwezig als vervanging, zeg maar. En die stuurde me naderhand een berichtje dat ik inderdaad gewonnen had. Sportvrouw van 2013, Elma de Vries. Voor de winnaars is gefabriceerd, dus een prachtig beeld. En wat was je reactie daarop? Nou, dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk, want ik voel me thuis in Meppel, maar ik ben hier niet geboren en getogen. En omdat een deel toch via stemming gaat, ja, dan vraag je altijd af, nou, waar kijken ze wel van, ken ik die persoon of kijken ze ook naar de sportieve prestaties? En, nou ja, ik had wel aardig wat medailles gehaald afgelopen zomer en gelukkig hebben ze daar ook naar gekeken. Ja, daarom. En dat is eigenlijk een beetje de kroon, zal ik maar zeggen, van... Nou ja, van dat jij als Meppeler hier een goede prestaties hebt geleverd. Ja, het is toch een vorm van waardering en dat is wel prettig. Ja, ja, ja. Als je nou zo kijkt, je hebt een heleboel dingen doe je. Lange baan schaatsen doe je, skileren, marathon schaatsen. Ja. Maar waarom richt je nou niet op één ding? Ik vind al die sporten gewoon mooi. En met name het marathon schaatsen en skileren vanwege het tactische spelletje. En ik heb het ook vanaf jongs af aan gecombineerd. En de competitie in de zomer heb ik eerlijk gezegd ook gewoon een beetje nodig om hard genoeg te trainen. Ja, maar ja, ik weet ook dat je op een gegeven moment was je ook een beetje overtraind. Ja. Ja, maar dat was gek genoeg in het jaar dat ik juist heel weinig geskillerd heb. En dat ik dacht van nu ga ik alles op het lange baan schaatsen zetten. En dat ging dus ook niet goed. Daarna heb ik gewoon... Ja, maar heb je er ook iets van geleerd? Heb je ook gezegd van, ik was toen wat overtraind en... Ja, het is sowieso... op dat moment, de eerste keer dat je overkomt, dan snap je niet wat er gebeurt. En mensen kunnen het je ook niet uitleggen. Als je nou kijkt, hè, want de Olympische Spelen zijn net afgelopen. Ja. Wat is jouw ultieme droom op dit moment? Nou, het was nog wel een medaille op de Spelen. Maar ik heb de afgelopen 3-4 jaar zijn niet helemaal zo gelopen als dat ideaal zou zijn. En ik heb nadat DSB failliet ging eigenlijk 2 jaar zonder ploeg gezeten. En ja, dat kan ik gewoon niet zo goed. Ik heb gewoon een omgeving nodig die mij ook motiveert. En de laatste 1,5-2 jaar heb ik dat weer gevonden met een hele leuke marathonploeg. Waar een aantal meiden ook lange baan schaatsen. Maar ik heb die stap gewoon net niet op tijd kunnen maken om goed genoeg te zijn voor de Spelen. En ik zie mezelf niet nog 4 jaar doorgaan. Dus het enige andere gaatje op mijn erelijst is het Nederlands kampioenschap marathon op natuurreis. Nou ja, en zijn er op dit moment ook nog bijzondere dingen op de planning, zal ik maar zeggen, dat je bij jezelf zegt van, wat ga ik nou doen? Ik had een uitnodiging voor het Open Zuid-Afrikaans kampioenschap. Nou, dat leek me hartstikke leuk, alleen dat zou ik zelf moeten betalen en dat was gewoon net even te duur, want ik ben ook met een opleiding bezig. En einde van de carrière komt in zicht, dus dan kan ik beter daar mijn tijd en geld in steken, denk ik. En voor komende zomer is het WK waarschijnlijk in Argentinië. En dat belooft ook wel een spektakel te worden, dus daar kijk ik wel heel erg naar uit.
We hopen wel dat het doorgaat, hè? Want er zijn stemmen dat het niet doorgaat. Ja, er zijn geruchten inderdaad dat, dat Argentinië het WK niet zou kunnen organiseren. Met name financieel, dat ze dat niet gaan redden. En dan zou het naar Colombia gaan. En dat is eigenlijk ook wel heel mooi, want in Colombia skileren wat schaatsen in Nederland is. Dat is echt een paar duizend man op de tribune en live op televisie, voorbeschouwingen, nabeschouwingen. Goed, je zei al dat je toch bezig bent om zo langzamerhand mee te gaan stoppen. Ben je al bezig, langzaam een beetje aan het afbouwen enzovoort? En wat wil je dan gaan doen? Vorig jaar ben ik begonnen met de opleiding van helikopterpiloot. En dat blijkt ineens heel goed te combineren met topsport. En nou merk ik ook dat dat gewoon is wat ik altijd al heb willen doen. En het gaat voorlopig nog behoorlijk goed. Dus ik hoop over een jaartje klaar te zijn. Ja, maar zijn er nou ook overeenkomsten? Ja, dat is misschien geen gekke vraag. Tussen een helikopterpiloot worden en de schaatsport? Ja, dan blijken er toch best wel veel parallellen. En zeker als ik op grotere helikopters zou vliegen, waar je met meerdere bemanningsleden vliegt. En sowieso met een captain en een co-piloot. Ja, dan krijg je toch al een beetje dat teamwork en het kunnen overleggen. Maar ook in noodsituaties snelle beslissingen kunnen nemen. Verantwoordelijkheid durven nemen voor je beslissingen. En dat is iets wat je in een team, in mijn sport ook terugziet. Ja. Dat je gewoon in split second moet je een beslissing kunnen nemen en daar ook voor gaan. En, Zeg Elma, heel erg hartelijk bedankt dat je ons dit interview wilde doen. En ik wens je nog heel veel succes. Dankjewel.